Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. Vandaag gaan we lekker verder. En ik ben vandaag van plan om te gaan zorgen dat ik meer cellen ga krijgen. Ik heb namelijk twee contracten daarvoor openstaan. Eentje om ze naar 45 te brengen. Dat betekent dus dat ik één cel erbij moet maken. En eentje dat ik 60 cellen in totaal moet krijgen. Dat worden dan wel even wat meer cellen. Maar wat ik wil gaan doen is een gedeelte voor medium security. Volgens mij heet dat dan zo. Medium security. Normal risk. Ik heb nu ook alleen nog maar low risk. En ik kan trouwens daar heel veel meer voor innemen. Ik heb 44 plekken. Hoeveel zal ik er bij doen? Ik denk dat ik het bij 19 hou op dit moment. Dan heb ik er in totaal 40. Toch? Nee, dan heb ik er in totaal 30. Maar goed, dat is dan alsnog wel goed. Maar goed, ik wil dus ook wat meer cellen maken. Die dan uitkomen op een high security gebied. Waar ik dus al die echte bad boys kan opsluiten. Dus ja, ik ga gewoon lekker dat nu bouwen. Dus laten we gewoon maar lekker beginnen. En dan zien we wel hoe het verder komt. Oké, zoals jullie nu kunnen zien, ik ben bezig om een perimeter wall hier te bouwen. Wat denk ik de beste muur is om een yardgebied af te schermen. Op dit moment is dat alleen nog maar een yardgebied voor de minimum security. Maar ja, uiteindelijk hebben zij waarschijnlijk minder nodig dan een perimeter wall. Want dat is echt, echt heel groot. Echt zwaar, bedoel ik. Dus ik denk dat ik dan daarna gewoon lekker dit voor maximum security ga gebruiken. Of dit verplaatsen. En dan een minder beschermde yard ga maken voor de maximum security. Zoals jullie kunnen zien, ik heb ook een stukje erbij gekocht. Zodat ik wat meer land heb om te bouwen. Ik weet alleen nog niet hoe ik die mensen daarheen ga laten brengen. Maar dat zie ik later wel. Als eerste ga ik even zorgen dat dit achter een deurtje zit. Zodat ik dit tenminste als minimum security only kan zetten. Oké, mijn gevangenen komen binnen. Als het goed is. Daar komen ze. Nee, niet. Daar komen ze. En eigenlijk wil ik wel even zien wat er nu gaat gebeuren. Maar eerst ga ik zeggen dat ik helemaal niemand binnen wil gaan krijgen. Ze worden eerst de bus uitgeladen. En dan. Oké, dit moet met high security denk ik toch echt even beter. High risk bedoel ik. Ik denk dat die gewoon lekker weg gaan lopen. Oké. Iedereen mag wat? Morris? En iemand werd gescand. Maar iedereen moet toch onderzocht worden. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Tja. Hij wordt gewoon eruit geduwd. Oké, ze gaan nu eindelijk naar hun cel begeleid worden. Dat betekent dat ik nu een nieuwe fundering kan gaan bouwen. Niet daar. Die hier aansluit.
die dus gebruikt gaat worden als maximum security. En ik ga dit kamertje maar eventjes uitbreiden. Oké, ik dacht even, laat ik eens naar mijn geld kijken. Maar dat gaat nog goed. Ja, ik weet dat jullie daar niet bij kunnen komen. Er moet namelijk nog een large Gildor in. En die ga ik ook hier even plaatsen. Dan mag die er weg. En daar een stukje muur voor in de plaats. Zo, nu kunnen jullie lekker hier je gang gaan. En dan ga ik even een paar cellen kopiëren. Ja, ik ga dat gewoon zo doen. En ik heb dat echt helemaal fout gedaan. Stop alles. Alle objecten mogen weg. En alle muren gesloopt. Zoals ik zei, ik heb het toch al verkeerd gedaan. Overnieuw. Clone. Dat stukje. En dan op de muur. Ja, als het goed is, gaat het nu helemaal goed. Daar zit geen limiet aan. Dus breng ik dit lekker. Oh, dat kan niet daar naartoe. Lekker. Hier naartoe. Om dan al deze wc'tjes hier te kunnen verbinden. Zo, ik denk dat dit goed gaat komen. Dat is insecure en ik weet wel waarom. Oh, echt fijn. Het is nu al gewoon helemaal vol. Niet voor lang meer. Deployment. Maximum security only. En nog steeds? Is dit niet goed? Waarom? Waarom werkt het niet? Serieus, waarom werkt het niet? Hoe die aan? Ik snap het niet helemaal. Maar dat zal wel aan mij liggen.
Het doet het gewoon niet meer. Je hoeft geen stroom te leveren aan helemaal niks. Maar... Oh. Oh, laat maar. Dat rode betekent... Oh, dat je niks hoeft. Oh. Dat mag niet, hè? Oh. Dat mag niet. Ik drukte op de deuren niet. Maar goed. Daar. Met even elektriciteitskabel. En dan ga ik nu... Hier maken... Een... Plekje voor ze om te douchen. Plekje om ze te laten eten. Een... Common room. En... Ja, dat vind ik wel goed. Ik vind niet dat ze veel meer nodig hebben. Dus eerst eventjes... Deurtjes. Erin. En dan... In de kantine een serveertafel. En een tafel met bankje. In de douche twee putjes. En shower head, waar ik er nog heel veel van over heb. Hopelijk gaat dit zo allemaal goed. Ik ga dat binnenkort zien. En voor nu heb ik nog steeds net niet de 60 gehaald. Dat is, dat ga ik straks waarschijnlijk gewoon even in mijn eentje doen. Want ik hoef toch maar 6 cellen daarvoor te maken. Dus die ga ik gewoon even minimum security maken. Maar goed, voor nu is het tijd om dank jullie tegen jullie te zeggen. Want ik bedank jullie allemaal. Heel erg voor het kijken. Ik zie je allemaal weer in een volgende video. Ciao.